Vandaag gaan we een MS Teams Breakout Rooms update doen. We gaan kijken wat er is aangepast. We gaan kijken welke nieuwe functionaliteiten er zijn. Dus vandaag is een update over Breakout Rooms in MS Teams. Nou, wat ga je eerst doen als je gaat werken met Breakout Rooms tijdens je les? Het eerste wat je gaat doen is je gaat beslissen of je de Breakout Rooms in de les wil aanmaken of voor de les wil aanmaken. Nou, heel veel docenten kiezen toch om het voor de les aan te maken, zodat er tijdens je les genoeg tijd is om uitleg te geven in plaats van dat je aan een knoppen zit. Dus daar gaan we ons ook op focussen vandaag. Ik wil alleen even laten zien, als je het wil aanmaken tijdens de les, dan moet je hier in de navigatie klikken op aparte vergaderruimte. En als je hebt geklikt op aparte vergaderruimte, dan zie je eigenlijk hetzelfde wat je straks gaat doen in de voorbereiding. Hier ga je ook kiezen hoeveel ruimtes je gaat maken, of de deelnemers automatisch worden toegewezen of zelfmatig door de docent worden toegewezen. Dus als je het in de les wil doen, dan kun je klikken op de twee vierkantjes in de navigatie. Maar zoals ik zei, we gaan ons vandaag focussen op het voorbereiden van breakout rooms. Dus waar moet je dan als eerste naartoe? Je moet naar je agenda in MS Teams en je gaat naar de les die je alvast hebt ingeschoten. Dan klik je daarop en je klikt op de knop bewerken. Nu ben ik in de details van de vergadering. En wat ik nu moet doen, is ik moet naar de tab aparte vergaderruimte gaan. Zoals ik al zei, dat is het Nederlandse woord voor breakout rooms. En dat staat dus bij de tabs. En hij staat bij mij nog een beetje verborgen. Ik klik op nog één. En hier zie je eigenlijk de functionaliteit breakout rooms en in het Nederlands aparte vergaderruimte. Als ik hier dus ben, kan ik nu ruimtes, breakout rooms aanmaken voordat mijn les begint. Dus klik op ruimte aanmaken. En nu kan ik klikken op hoeveel ruimte ik nodig heb. Dus ik ga voor ongeveer 3. Klik op ruimte toevoegen. En nu heb ik 3 vergaderruimte aangemaakt. Het eerste wat ik dan ga doen is ik ga de vergaderruimte qua naam aanpassen. Als ik de naam wil veranderen, klik ik op de 3 puntjes en klik ik op bewerken. Nu heb ik de breakout rooms een naam gegeven en nu kan ik ook de deelnemers gaan toewijzen. Ik klik linksboven op het knopje deelnemers toewijzen en dan kan ik kiezen of de deelnemers automatisch worden toegewezen aan de breakout rooms. Dus Eva en Mitch bijvoorbeeld gaan random automatisch bij elkaar en Mitch en Elroy gaan bijvoorbeeld automatisch bij elkaar. Daar heb ik nog geen zeggenschap op. Of ik klik op handmatig, zodat ik ze als docent kan zeggen, oké, ik wil Eva en Roy bij elkaar en bijvoorbeeld Mitch en Elroy bij elkaar. Nou, vandaag ga ik voor een beetje de lastigere optie in mijn mening en dat is handmatig. Dus ik klik op handmatig en daarna klik ik op volgende. Dan krijg ik de optie om de deelnemers, de studenten, ook daadwerkelijk toe te wijzen. Dus ik selecteer de studenten die ik bij elkaar wil. En daarna klik ik rechts op het woordje toewijzen en ik klik dus dan op de kamer waaraan ze ik wil toewijzen. Dus bijvoorbeeld deze 2 of deze 3 gaan naar Jar Jar en deze 2 gaan naar Gaaf Doku. Dan klik ik op toewijzen. Nu heb ik de studenten toegewezen aan een breakout room. Als ik denk, hey, ik heb iets fout gedaan, dan kun je weer op deelnemers toewijzen klikken. En dan kun je bijvoorbeeld degene Eva die ik verkeerd aan een breakout room heb toegewezen, kun je aan een andere breakout room weer toewijzen. Dus dat doe je heel makkelijk op deze manier. Dan heb ik nog een tip, want je kan natuurlijk, dat kan ook bij andere vergaderingen, kun je de instellingen van een breakout room of van een vergadering wijzigen. Dus als ik klik op de Jar Jar room en ik klik op de 3 puntjes en ik klik op instellingen, dan zie ik weer de vergaderopties van een breakout room. Want eigenlijk is een breakout room gewoon een MS Teams vergadering, maar het is dan vormgegeven in een breakout room. Dus ook wat je bij een MS Teams vergadering kan doen, bijvoorbeeld een lobby aanzetten, mede-organisatoren kiezen, camera voor deelnemers toestaan of niet, automatisch opnemen of niet. Dat kan dus ook bij een breakout room.
Nou, wat je ook heel makkelijk kan doen, want het is best wel veel werk om dat voor alle drie de breakout rooms te doen. Of zelfs als je er 10 hebt, dan is dat best wel veel werk. Dus het makkelijkste is om rechtsboven te klikken op het tandwieltje. Nou, hier zie je eigenlijk de belangrijkste instellingen die je kan gebruiken voor alle breakout rooms in één keer. Dus dit gaat overkoepelend. Het eerste wat je kan zeggen, nou, ik wil voor elke breakout room wil ik een presentator. Dus ik kan deze selecteren en dan kan ik zeggen, oké, Elroy. Ik weet dat hij in de Jar Jar room zit. En Eva. Ik weet dat hij in de Graaf Doku room zit. En Joey zit in de Commander Cody room. Dus voor elke ruimte heb ik dan een presentator. Ook kan ik van tevoren instellen welke tijdslimiet er is. Dus als ik deze selecteer, dan kan ik zeggen, nou, ik wil dat ze over een uur dan weer terugkomen. En dan zijn er nog twee opties aan de onderkant. En dat is, de eerste is personen automatisch verplaatsen naar de vergaderruimtes, dus naar de breakout rooms. Dus dan worden ze automatisch, wanneer ik zeg start, worden zij automatisch daar naartoe verplaatst. En ik kan ook nog kiezen of de deelnemers of mijn studenten terug mogen komen naar de hoofdvergadering. En dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer zij terug mogen komen als zij een vraag hebben. Je kan ook zeggen, hey, ik hop van breakout room naar breakout room als docent. Dus dan zal deze optie niet nodig zijn. Dus denk daar even hard over na hoe je de instellingen van tevoren wil gaan vormgeven. Als je dus de breakout rooms hebt gemaakt, de deelnemers en de studenten hebt toegewezen, de instellingen correct hebt gezet, dan kun je nu gaan beginnen met de daadwerkelijke breakout room. Nu zit ik in de vergadering zelf en ik heb er even een demo-account bijgetrokken, zodat ik een namaakstudent heb. Maar als ik in de vergadering zelf zit, dan kan ik hier op de twee vierkantjes klikken, aparte vergaderruimte. Zoals ik al zei, dat zijn de breakout rooms. En hier zie je dat mijn voorbereiding goed is gegaan. Je ziet de drie kamers met de deelnemers, de studenten die al toegewezen zijn. Dus dat is goed gegaan. Nou, wat je nog kan doen voordat je echt gaat beginnen. Als je bijvoorbeeld een student fout hebt toegewezen, dan kun je altijd nog klikken op deelnemers toewijzen. En hier kun je bijvoorbeeld zeggen, oké, ik wil Eva nog één keer toewijzen aan een andere breakout room. Bijvoorbeeld van de Jar Jar naar Graaf Doku breakout room. Dus dat is nog steeds mogelijk wanneer je in de vergadering zelf zit. Wat je verder nog kan doen is je kan ook de instellingen nog aanpassen. Door te klikken op de instelling voor de ruimte kun je nog de instellingen die je van tevoren hebt aangepast, kun je nog veranderen. Dus bijvoorbeeld dat ik hem van 50 minuten naar 44 minuten zet. Dat valt dus nog allemaal aan te passen als je dat zou willen. Dan gaan we echte breakout rooms ook daadwerkelijk openen. Door op het knopje openen te klikken, openen alle breakout rooms. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld te zeggen, nee, ik wil niet alle breakout rooms in één keer openen. Ik wil eentje openen en dat is bijvoorbeeld de Jar Jar. En dan kun je er overheen zweven, klikken op de drie puntjes en klikken op ruimte openen. Dit is bijvoorbeeld perfect als je wilt dat twee groepjes alvast aan de gang gaan. Die snappen de informatie al. Maar dat je zegt, hey, ik wil één groepje, die blijft even bij mij, want die heeft extra uitleg nodig. Nou, dan kun je prima deze de eerste twee breakout rooms openen en één breakout room bij je houden. Dus we gaan nu klikken op het knopje openen en dan beginnen we echt met de breakout room zelf. Zoals je ziet zijn de breakout rooms nu geopend en de studenten, voordat ze in een breakout room worden gestuurd, krijgen ze ook een melding bovenaan met dat ze na 10 seconden in een breakout room worden gestopt. Dus ze hebben nog tijd om in de laatste 10 seconden iets te zeggen of om zich voor te bereiden. Dus als ze erin zitten, dan gaan we even langs om te kijken hoe het gaat of alles goed gaat. En hoe doe je dat? Je zweeft over een breakout room heen en je klikt op de drie puntjes. En daarna klik je op deelnemen aan vergaderruimte. Nou, nu ben ik toegevoegd aan deze breakout room. Dit is mijn demo account wat er nu in zit. En hierboven zie je ook dat dit de Jar Jar breakout room is. Dus hier zitten de studenten dan in. Mijn vorige vergadering, dus de hoofdvergadering, is niet afgesloten. Dat zit er gewoon onder en die zit op wachtstand.
Nou, als ik dan van de Jar Jar Room naar een andere breakout room wil gaan, dan klik ik hier op verlaten. En dan klik ik op graaf docu, klik ik op de drie puntjes en hier klik ik dan weer op deelnemen aan vergadering. Nou, hier zie je dat ik weer in de breakout room graaf docu zit. En ik ga nog één keer wisselen van de graaf docu room naar de laatste breakout room. Dus ik klik weer op verlaten. En ik ga naar Commander Cody Room, klik op de drie puntjes en klik weer op deelnemen aan vergadering. En nu zit ik in de laatste breakout room. Hierboven zie ik weer dat ik in de Commander Cody Room zit. Dus ook hier kan ik weer met mijn studenten even kijken hoe gaat het eraan toe, etc. Klik ik weer op verlaten. Nou, als ik door al de breakout rooms heen ben gegaan, ik heb al mijn studenten even gecheckt hoe het ging, dan kan ik hier klikken op hervatten. Nu zie je dat de breakout rooms gesloten zijn. Dus iedereen komt dan weer terug in de hoofdvergadering. Zoals ik al zei, ze krijgen van tevoren een melding. En daarna bevinden ze zich allemaal in deze vergadering. Dan wil ik nog één ding laten zien. Of één ding ook vertellen. En dat is een vraag die ik vaker heb gehoord. Die gaat over, oké, als de studenten met elkaar chatten of als ze bepaalde dingen opleveren, kan ik dat zien als docent? Ja, dat kun jij zien omdat jij ook de organisator bent van deze vergadering. Wat je alleen hoeft te doen is je gaat in de linker navigatie, klik je op chat en daar zie je of er gesproken is in de breakout rooms en je ziet ook wel de documenten van de studenten die ze in de chat hebben gestopt. Dus ook de dingen die ze misschien moeten opleveren of de gesprekken die jij hebt, dat zie jij dus als docent. Dus dat is ook heel handig ook om aan hun te vertellen en een handig weetje ook voor jou als bepaalde punten ook moeten gaan opleveren. Dat was de update met betrekking tot breakout rooms. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag. En verder veel succes met lesgeven.